De enkele oude huizen die er nog staan contrasteren sterk met de stad in wording die men komend uit de richting Amsterdam via nieuw aangelegde moderne verkeerswegen binnenrijdt. Bijlmermeer, eens onderwerp van felle discussies tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders, nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. De grote promotor van het plan Bijlmermeer, oud-burgemeester Van Hal, was vanzelfsprekend aanwezig toen de eerste bewoners, met enig feestelijk vertoon, uit handen van Amsterdams wethouder Elsenburg de sleutel voor hun nieuwe woning ontvingen. Het uit 8 personen bestaande gezin Copré betrekt een 6-kamerwoning in het flatgebouw Hoogoord, dat in totaal 4 woningen met 6 kamers, 87 vierkamerwoningen en 42 tweekamerwoningen telt. Iets minder in de publiciteit, maar voor henzelf zeker niet minder feestelijk, zullen straks ook de overige bewoners hier een flat betrekken en dan veelal woonruimte in Amsterdam achterlaten waar men minder huur betaalde dan men in de Bijlmermeer zal moeten opbrengen. Deze bereidheid bevordert de door de gemeente beoogde doorstroming. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor 100.000 mensen.